Welkom terug bij een nieuwe Career Mode video, waarin wij proberen Manchester City te ontkronen. En dat doen wij met behulp van Pep Guardiola, die is overgelopen naar ons, naar Salford City. Niet onderdeel van City Football Group, de groep waar Manchester City onder valt. En ook de groep van clubs waar wij alleen maar spelers van mogen kopen tijdens deze Career Mode Challenge. En zo gaan wij proberen die groep ten onder te brengen en beter te worden dan Manchester City. Een blauw hebben ze het op zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. De vorige aflevering staat online, daar leg ik alles helemaal tot in detail uit. Maar nu moeten wij gelijk gaan beginnen, want we hebben voldoende werk te verrichten. Dit is op dit moment ons team. We hebben natuurlijk Leonard, die uit onze jeugdopleiding komt. We hebben een paar spelers gekocht, zoals Roca, zoals Doyle, Rosa nog niet. Orihuela hebben we ook gekocht. En wij hebben bijvoorbeeld ook Matas gekocht. En dat was het eigenlijk. Wat wij nu moeten doen in deze aflevering is sowieso iedereen laten groeien, maar ook cash zien te krijgen. En dan niet de rechtsachter cash, maar gewoon geld. De club is leeg. We hebben geen geld meer. En dat komt omdat wij niet per se nadeel een hele mooie glitch hadden gevonden. Ja? Ja, we hebben een omweg. Let's go! En dat hebben we met Doyle al gedaan. En dat hebben we ook met de reservekeeper, dat binnenkort ons huidige keeper wordt, Matas, ook al gedaan. Die wilde namelijk niet vertrekken bij hun club, maar ze wilden wel uitgeleend worden. En bij die uitlening zat een optie tot koop. En die optie tot koop konden we gelijk lichten. Dus zijn ze alsnog van ons. Dus niet helemaal 100% de bedoeling, maar zolang het in de game zit, gaan we dat gebruiken. En dat proberen we met deze Rosa, Diego Rosa, volgens mij ook nog te doen. Alleen hebben we daar 3 miljoen voor nodig en dat hebben we op dit moment niet. We kunnen in de beker de Carabao Cup spelen tegen Blackpool. We hebben ook een aantal spelers die we kunnen uitlenen. En ik ben nog steeds spelers aan het scouten in de hoop dat er een goede speler tussen gaat zitten die we kunnen trainen, uithuren, verkopen het liefst. En dan op die manier wat meer geld in het laadje krijgen. De Carabao Cup, boeit niet of we eruit gaan of niet. We gaan eruit. Het boeit niet. Wat ik ook ga doen is, ik ga Leonard rechts buiten zetten en dan Simoes op links buiten. Kijk, daar hebben we hem. Een scout update. Laat er alsjeblieft iets goeds in zitten. Dit is niet goed. Dit kan goed zijn. Lucas Barrett van 8 ton. Alhamdulillah. Speler contracteren. Deze speler kan 71 tot 94 worden. Gaan we ook contracteren. Dit is dan weer niks. En dit is ook niks, denk ik. Die speler van 8 ton. Wie is dat? Lucas Barrett. Die is een CAM. Oké. Is volgens mij ook wel momenteel op de goede positie. Wij spelen niet met een aanvallende middenvelder. Dus heel misschien moet ik hem een andere positie geven. Hij kan wel voorgeven, alleen niet afmaken. En voorgeven is wel belangrijk. Misschien een buitenspeler. We maken een buitenspeler van hem. Wij krijgen een aanbieding voor onze reserve spits. En dat is wel erg lekker. Ik hoop niet dat ik nu in één keer te veel vraag, maar dat doe ik niet. Als wij 6 ton krijgen voor iemand van 59 reden, doen we. Dekker, oh, de transfer is vastgelopen. Dat is big rip. Dat is hele grote rip. Ik heb wel weer scoutverslagen binnen van andere spelers. En dat zijn deze. Nick van Dijk, een regen bij Melbourne City. Een Nederlander toevallig. 1,7 miljoen waard. Dat is best veel voor een 66 rated speler. Dus die zou misschien wat potentie hebben. Deze middenvelder van City. Deze centrale verdediger van City. Dilep, die speelde bij City, maar die is nu naar Inter gegaan. Allemaal wel spelers om in de gaten te houden, maar spelers waar we op dit moment geen geld voor hebben. Transfer Deadline Day is voorbij. We hebben dus nog steeds niet genoeg geld om Rosa over te kopen. Maar dat maakt niet uit, want we hebben nog een transfer window deze periode. Daarin moet het wel gebeuren. We kunnen dat niet laten liggen, want dan missen we hem. We kunnen ook even kijken of hij groeit dit seizoen, of hij meer waard wordt. We hebben geen haast. Waar ik wel mee moet opschieten, is met een strategie vinden, een manier vinden om geld te verdienen. Want nu lukt het gewoon niet. Het is een redelijk gemixt seizoen, zoals je kan zien aan alle uitslagen. Maar het is januari 2024 en wij hebben nog steeds een duimpje omhoog. Dat is goed. Ik probeer te kijken of er spelers zijn die kunnen vertrekken. En het is maar goed dat ik dat controleer, want dit is onze sterspeler. En die moet niet weggaan. Rosa, kijk, plus 3. Dat is goed. Die willen we kopen. Doyle plus 2. Kan ook nog wat doorgroeien, maar die Rosa, die moeten wij hebben. En ik weet niet of we daar al geld voor hebben. 3 miljoen. Zou het daarmee lukken, is de vraag. Ik heb niet genoeg budget. Oei. We moeten dus nog een speler gaan verkopen. Hoeveelste staan wij in de competitie? Dit is de Papa John's Trophy. Nou, dat maakt me niet zoveel uit. Hoeveelste staan we in de League One? Wij staan 7e. Oei, ook dat is niet goed. Kijk, weet je, ik ga eventjes mijn gedachten met jullie delen. Wij staan 7e. Wij moeten promoveren. Waarom moeten wij promoveren? Als wij niet promoveren, willen sommige spelers die wij nu hebben gescout niet bij ons komen. Dan zijn we niet competitief genoeg. En die spelers heb je nodig om je club meer waard te laten worden. Zo simpel is het. Als we dat niet doen, weet ik niet waar wij geld vandaan gaan halen. De scouting is niet heel goed. We vinden geen goudmijntjes tot nu toe. Dus ja, dat is een beetje een probleem. Als we het over de duivel hebben, moeten we dit doen? Ik weet het niet. Als we 2 miljoen krijgen voor een rechtsachter die niet meer doorgroeit, dan moeten we dat misschien maar gewoon doen, hè? Bolton is verkocht. Ik ga kijken of ik Rosa kan halen. We kunnen toch geen geld uitgeven totdat we hem hebben gekocht. Want dat is het belangrijkste nu. Hij is namelijk, zoals je nu ziet, 4,7 miljoen waard. En we kunnen hem voor 3,4 kopen. Doen. Bam. Bam. Het salaris, dat wordt wel een probleem.
Oei. 32.000. Poh, dat is veel geld. Maar we hebben hem. En dat zou een goede deal moeten zijn. Want inderdaad, hij is veel meer waard dan dat we betaald hebben. Omdat we die clausule van tevoren hadden opgenomen. Dan hebben we 4 aankopen kunnen doen. Die allemaal niet heel slecht zijn hoor. En als wij spelers scouten en gelijk verkopen voor 4 ton. Is dat natuurlijk ook heel lekker meegenomen. Het probleem is dus wel dat we geen rechtsachter hebben. Want die hebben we verkocht. En blijkbaar hebben we onze reserve rechtsachter ook verkocht. Oei. Kom op, laat er iets tussen die scout update zitten. Dit ziet er niet goed uit. Dit ziet er wel degelijk goed uit. En dit verder ook niet, ja. Ja, misschien is onze scout alsnog niet goed genoeg, man. Kijk eens aan, een rechtsachter die goed kan worden. Laten we niet meer promoveren dan. Oké, okay, aangezien we nu niks meer kunnen doen, denk ik dat ik gewoon elke keer die scout updates check en ga kijken hoe we eindigen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, we gaan playoffs spelen. Het slechte nieuws is, we zijn niet direct gepromoveerd. Volgens mij maakt het niet uit wat er met deze wedstrijd gebeurt, want we gaan sowieso die playoffs in. Maar een overwinning zou lekker zijn voor de mentale toestand. We moeten tegen Birmingham. Ai, oké, okay, tricky. Het zijn halve finales, dus als we dit zouden winnen, dan zijn we er nog lang niet. Kom op boys, ik heb zoveel vertrouwen in jullie. We verliezen. 1-2. Maar er is nog een returnwedstrijd, hè? Ah, wat gebeurt? Gebeurt iets met Matthijs de Ligter op de achtergrond? Kom op, we moeten een achterstand goed maken. En dat doen we. Boom, finale playoffs. Tegen wie moeten wij nu? We moeten nu tegen Portsmouth. Oei, dat is maar 1 wedstrijd. Oké, okay, mannen, wij kunnen dit. Tegen Portsmouth, de finale. Zij hebben spelers die moe zijn. Wij niet. Wij zijn super fit. En we winnen met 1-2. Boom. Dit is zo belangrijk voor ons team. Dit is zo belangrijk. Want nu, nu zijn er meer spelers die naar ons toe willen komen. Let's go. En dan eindigen we met dit team in ons tweede seizoen. Leonard, ja, dat is niet normaal. Maar ja, dat is altijd met die spelers aan het begin. We zitten nu op het punt dat we hem zouden kunnen verkopen en heel veel geld hebben en dan andere spelers kunnen kopen. Of we houden hem tot het eind. Dat ligt een beetje aan wat jullie willen ook. Hendry, 70. Simoes, 70. Doyle, 73. Goede aankoop. Rosa, hele goede aankoop. Wat topspeler. De verdediging is nog wel zo leek als een mandje. Nee, Orihuela, prima. Narty is een soort reserve rechtsachter geworden, maar daardoor speelt hij wel. En dat vindt hij zelf denk ik ook wel prima. Leek is een beetje uitgegroeid. Touré, een beetje uitgegroeid. Roca, ontevreden. Terwijl het wel een heel groot talent is. Misschien moet hij boven Simoa spelen, want hij is 5 jaar jonger en heeft veel meer potentie. Ik heb er veel meer baat bij als Roca beter wordt dan Simoes, want die kan niet heel veel beter worden. En een aantal jeugdspelers op de bank. Ja, dit is eigenlijk niet niks, hè. Het is eigenlijk wel niks. Het is gewoon niet goed. Maar het volgende seizoen wordt tricky. Je gaat een competitie hoog spelen. Je salarisbudget gaat omhoog. Daardoor gaat je transferbudget omlaag. Dus ik weet niet wat we allemaal kunnen bereiken volgend seizoen. Maar we gaan het meemaken. In deze video zelfs nog. Nu! Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Onze manager rating is niet zo goed, omdat we niet zo goed hebben gedaan afgelopen jaar. Ik ben vergeten te laten zien dat Hendry vorig seizoen weer iets van 25 doelpunten heeft gescoord. Dat zag ik in zo'n pop-up melding, maar ik ben vergeten te kijken. Een beetje stom, maar Hendry jongen, wat ben je allemaal aan het doen? Deze reservespits is ook op zich nog wel goed. Alleen we komen dus nu in een hogere competitie terecht, waarvan ik niet weet of het team in de breedte goed genoeg is. Basiself zou kunnen, maar in de breedte denk het niet. Wij hebben een budget dit seizoen van 11 miljoen. Maar hoeveel hebben we nog over als ik iedereen tevreden hou met zijn contract? Dan nog maar 9,5 miljoen. Kijk, daar ga je al. Oké, zijn er spelers die voorgaande seizoenen bij clubs zaten die nu transfervrij zijn? Ja, dat dacht ik al. Slobodan Tadić. Ik zag hem al bij City en toen wilde hij niet verkassen. Terwijl zijn contract afliep en bam, nu kunnen we hem kopen als reservespits. Dan kunnen we onze reservespits verkopen en dan houden we wat geld over. Nou, hebben wij geen goede rechtsachter. En deze Tavion Gray, die zit me al zo lang aan te staren vanuit dat selectiescherm. Ik ga gewoon laag beginnen. Ik weet niet of hij heel veel potentie heeft. Maar ja, je moet wat. En zo hebben we ineens een rechtsachter. En kijk, wat wij nu gaan doen is fantastisch. Pep Guardiola, gebruik je skills. Wij gaan deze linksachter voor 2 jaar huren. En dan een transferkoopsom van 1,2 miljoen. 2 jaar? Dan kunnen we hem over 2 jaar, als hij 3, 4, 20 miljoen waard is, kopen voor 1,2 miljoen. Kijk, en het kan zomaar zijn dat er inmiddels ergens een soort regen is bijgekomen bij een van die clubs. Dus ik moet ook elk seizoen weer een paar keer kijken. Deze Wilson Odobert, die heeft een aflopend contract met nog maar 12 maanden. En dat betekent dat je vaak een speler voor best wel goedkoop kan krijgen. 3,8 miljoen en 13%. Ja, ik denk dat als we dat naar beneden schalen, dat we dan een hele goede deal te pakken hebben. 11%. Ik breek de onderhandelingen per ongeluk af. Ik ben een daap. Jeugdspeler voor 4 ton. Dat is heerlijk. Dat is heel fijn. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Girona is gedegradeerd. Daar valt wat te behalen. Oké, daar zijn we weer. Poging 2. Omdat ik te weinig salaris bood. 3,6 miljoen nu. Nu willen ze 5,5. Het is zo ongelooflijk bizar hoe dit werkt. Ik fok het 1 keertje op en gelijk kost me dat miljoenen. Boom. Dat is lekker zeg.
Dus, nieuwe spits, nieuwe rechtsachter, nieuwe linksachter met optie tot koop. Linksachter verkocht, nieuwe linksbuiten en een centermid verkocht. Ons team is aan de magere kant. Ik weet dus niet wat het niveau is in de championship. Ik weet niet of dit team op dat niveau zit. Maar wat ik wel weet is dat wij in ieder geval een paar spelers hebben die redelijk kunnen doorgroeien. Roka is ontevreden en wil weg. Ik hoop dat we hem nu gaan opstellen uit onszelf, dat de computer dat ook doet. En dat Shimoes dan minder aan spelen toekomt. Die is 24, de kans dat hij groeit is kleiner dat dat Roka groeit en daar hebben we dus meer baat bij. De verdediging is op League na ook redelijk jong als Wilson Esbrand speelt. Dus nieuwe centrale verdediger zou ook niet gek zijn. Hebben op dit moment alleen geen budget voor. Het middenveld, helemaal top. Doyle en Rosa zijn 21, 22 en Watt is 24. Dus daar ben ik ook tevreden mee. Hendry scoort vooral gewoon heel veel, maar lijkt ook wel een beetje uitgegroeid te zijn. Dus een nieuwe spits, ook belangrijk. Trouwens, ik zeg wel dat Roka moet spelen, maar Odobert die gaat misschien boven Roka spelen. Ja, misschien moeten we Roka dan toch gewoon verkopen, man. En laten we dan net een aanbieding voor hem hebben gekregen. En ik ga kijken of ik daar heel veel uit kan halen. 3,7 miljoen. 3,9. En daar gaan ze gewoon mee akkoord. Kunnen we misschien een nieuwe centerback halen, man? Alleen wel jammer, want hij gaat echt richting de 10 miljoen, denk ik, over twee seizoenen. Een speler met potentie verkopen is altijd jammer. Maar wat voor een rating krijgen we ervoor? Een A. 4,4 miljoen was de best mogelijke deal. Vind ik best veel. Maar doordat wij hem hebben verkocht, hebben wij nu 5,5 miljoen, denk ik. 5,5 miljoen budget. Doyle zouden we kunnen kopen van City. Is wel maar 69 rated. Is wel even goed als League. En hij is pas 20. Dan heb je deze regen uit de Australische League. Maar die is 1 rating lager, 1 jaar jonger en een waarde van 1,6 miljoen. En Doyle is 2,9 miljoen, dus die heeft veel meer potentie. Dat is het verschil in waarde. Transfersom, 2 miljoen. Gaan hard to get spelen. 2,3. Haha. Wat een ongelofelijke steal. Het is ook mooi dat dat nu de coach van Manchester City is. Omdat wij natuurlijk Pep Guardiola hebben. Heeft EA een random coach aan hun toegevoegd. Ik merk dat nu pas op na 2 afleveringen. 23.000. Is dat een belediging of niet? Hij gaat ermee akkoord. Misschien net iets te veel, maar we hebben hem. Dan hebben we dus Gray op rechtsachter. Narty die ook op rechtsachter zou kunnen spelen. Doyle als reserve linksachter. En Leek dan ook nog als reserve centerback. Het is helemaal geen verkeerd team wat we op dit moment hebben, hoor. En misschien is het met dit in ons achterhoofd ook wel goed om in te gaan op het aanbod op onze linksachter. Ook daar kunnen we vast nog wel wat meer uithalen. 1,4 miljoen is keurig. De eerste wedstrijd van het seizoen tegen Sheffield United. En wij winnen! Dat is uniek! We winnen nooit de eerste wedstrijd van het seizoen. 3 punten! Nou, en dat liedje op de achtergrond, dat past er heel erg bij, hoor. We hebben nog 4 miljoen budget over. Ik weet niet wat ik zou moeten halen op dit moment. Ik ben eigenlijk wel tevreden over de selectie. Ik hoop vooral dat we nog wat jeugdtalentjes erbij kunnen scouten. En dan op die manier wat cashflow creëren. Oké, dit is dus wat minder. Maar ze hebben Luke Bakio. Dat is die Belgische speler van Hertha. Ja, tuurlijk is die goed. En onze reservespits van 8 ton verkocht voor 1,5 miljoen. Kaching. En dan hebben we 2 scout updates. Dat is dus heel belangrijk dit seizoen. Dit is niks. En dit lijkt ook niks. Dan hebben we deze nog. In Duitsland. Nee. Angelo. Transferperiode is voorbij. Wij staan 14e met 7 punten uit 6 wedstrijden. We moeten in de middenmoot eindigen. Dus dat lijkt goed te gaan. Ik blijf spelers scouten. Ik blijf spelers trainen. En ik blijf jeugd onderzoeken. En dan zie ik jullie in de volgende transferperiode. Ja. 5 ton. En 2,1 miljoen. En hij is een centimeter. Oh. Dit is zo lekker. Kom erbij. En deze kerel. Zie deze kerel. Hij is een linksachter. Hij kan niet eens verdedigen. Dit is geen linksachter. Dit is een ongelofelijke rechtsbuiten. Een speler van 2,1 miljoen. En een redelijk goede maand. En het is januari 2025. Barnsley simuleren we. Verliezen we altijd van. We winnen nu ook. Zag ik daar Tottenham Hotspurs in de FA Cup. Nou, leuke uitdaging. Duimpje omhoog nog steeds. Dat is goed. Hoe gaat het ervoor? Hoe staat het ervoor met het team? Odobert, 75. Goud, heerlijk. Hendry zal vast veel scoren. Gaan we zo kijken. Leonard, 87. Mijn maatje. En moet je dat middenveld kijken. Doyle en Rosa, 77 allebei. Wat een ongelofelijke aankopen. Watt blijft een beetje achter. Maar nog steeds rots in de branding. Wilson Esbrand is iets omhoog. Doyle, 2 omhoog. Orihuela is hetzelfde volgens mij. Gray is omhoog. Matas is omhoog. Tadic niet. Maar die is wel gelukkig als reserve spits. Dat is fijn. Robertson is iets omhoog. Leek speelt. Narty speelt. Simoes blijft hetzelfde. En McDonald ook. En dan hebben we nog Parson en Jacobs als 2 talenten die we hebben gescout. Waarvan Parsons dus net binnen is gekomen. 17 pas. Dit is lekker zeg. Oké, de spoeling is dun. Maar dat kunnen we aanvullen met talenten. Ik ga jullie even door de jeugdopleiding heen meenemen. Eerste stand. We staan 5e. We staan op playoffs plekken op dit moment. De eerste is Bournemouth. Die heeft 64 punten. Nou, dat gaan wij niet halen. Sheffield 61 punten. Gaan we ook niet meer inhalen.
halen. 14 punten meer. Maar 4 en 3, daar staan we vlakbij. Dus de plekken voor playoffs, dat zou moeten lukken. Als het niet heel erg verandert. De jeugdafdeling dan. Moet je kijken. Het zit redelijk vol. Met deze Porter, die een centermid was. Die wij spits hebben gemaakt. En hij is nu 54. Potentieel van 79 tot 93. Hij zal heel makkelijk omhoog kunnen gaan. Als hij wat beter kan afmaken en koppen. En alles wat een spits moet kunnen. Maar ik ga hem wel toevoegen aan het team. Dan hebben we Oakley, die nu 59 is. Hij is 16. Ik laat hem nog in de jeugdopleiding zitten. Want in de jeugdopleiding hebben spelers uitstekende vorm. Die trainen net zo hard als wanneer ze uitstekend zouden zijn. En moet je kijken, hij zou echt goed kunnen worden. Dan hebben we verder nog hier deze linksachter. Die hoog potentieel heeft. Die ik wel naar het volwassene team ga overhevelen. Aangezien die bijna 17 is. En vanaf hun 18e gaan ze altijd moeilijk lopen doen. Hetzelfde geldt voor deze rechtsachter. Deze spits heeft ook een hoog potentieel. En we hebben twee scout-updates erbij. Die de laatste tijd echt niet tegenvielen. Maar deze lijkt niet zo goed te zijn. En in Engeland hadden we succes. En dat is nu ook wel wat minder. En we hebben dus nog 3,7 miljoen over. En iedereen heeft een goed contract. Dus toppie. Ik wil even een dikke vette shout-out doen naar onze aanval. Hendry 11 doelpunten, 30 wedstrijden. Leonard 11 doelpunten, 29 wedstrijden. En Odebert 23 wedstrijden. Veel minder, 10 doelpunten. Ik vind het ook mooi hoe onze centrale verdedigende middenvelder 30 wedstrijden heeft gespeeld. En in 10 wedstrijden geen doelpunt tegen heeft gekregen. En onze keepers bij elkaar ook 30 wedstrijden hebben gespeeld. En in 8 wedstrijden geen tegendoelpunt. Waar komen die overige twee dan vandaan? Wij winnen van West Brom. En moeten dus in de FA Cup tegen Spurs. En ja, die verlies je natuurlijk. Transfer deadline day. We hebben niks gekocht. Want ja, is in principe niet nodig. Maar misschien moet ik dat wel doen. We hebben het geld. We hebben het niet per se nodig. Misschien weer zo'n leenstructuur. We kunnen niks kopen. Er zitten geen goede spelers tussen. We moeten gewoon afwachten. Het is 2025. De maand mei. Wij spelen de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Watford. En we moeten tegen West Brom. Dat betekent dat we dus in de playoffs zitten. Niet direct gepromoveerd. Maar de halve finales van de playoffs tussen Burnley en Watford. Watford hebben we net van verloren, dus die zal misschien iets beter zijn. Hoe is het gegaan in de competitie? Wij zijn derde geworden. Zo, we hebben dus best nog wel een sprint neergezet. Zoals ik al zei, waren Bournemouth en Sheffield ongrijpbaar voor ons. Trouwens, volgens mij is dit de halve finale van de playoffs. Dus dan moeten we eerst tegen West Brom, dan tegen de winnaar van Watford en Burnley. En dan volgens mij tegen de winnaar of de degradant van de Premier League. Volgens mij zouden er nog 3 wedstrijden moeten. Dus de kans is klein dat we dat gaan halen. Maar we gaan het wel gaan proberen. Ik denk alleen niet dat ons team goed genoeg is voor de Premier League. Aan de andere kant, een 78 rated linksbuiten. Niet verkeerd. Een 89 rated rechtsbuiten. Heel goed. Hendry, 72. Ja, die blijft maar gewoon doorgaan. Doyle Rosa, wat een duo is dat. Sowieso met wat een trio. Esbrand, wel wat gegroeid. Niet zoveel als ik zou hopen misschien. Doyle, plus 5. Orihuela is gegroeid. Gray is gegroeid. Matas, niet echt als keeper. Had ik misschien wat meer van verwacht. De wissels, ja, die moeten vooral nog veel uitgeleend worden. Monaco wint de Conference League. En Europa League is gewonnen door PSG met Mbappé, die ziet er heel blij uit met die Europa League beker. En is dit de Champions League? Die is gewoon nog niet gespeeld, denk ik. Oké, wij moeten dus tegen West Bromwich Albion. Eerste wedstrijd. We verliezen met 1-0. Oei, de droom kan heel snel over zijn als wij nu weer verliezen. Ah, ik lijk er misschien niet zo rouwig om, buiten het feit dat het nog moet gebeuren. Maar dat komt omdat ik niet denk dat ons team goed genoeg is voor de Premier League. We verliezen 2 keer 0-1, dat bedoel ik. Het is gewoon nog niet goed genoeg. De keeper plus 3. Deze linksachter die we hebben gehuurd van City, dus plus 4. Hij is op dit moment 2,3 miljoen waard. Dus ja, we kunnen hem altijd kopen. Het hoeft niet. We hebben hem 2 jaar uitgeleend. Dus ja, aan de andere kant kunnen we beter nu doen dan later. Kijk, we promoveren niet. Dus hij is voor de championship van prima niveau. 1,2 miljoen voor een speler die 2 miljoen waard is. Ook keurig. Ik hoop dat zijn salaris wat zakt. En dat doet het inderdaad. Bim bam de boom. Wat een steal. Het voordeel van niet promoveren is dat we deze constructie met bijvoorbeeld Manchester City, dat toch wel de meeste van dit soort spelers heeft. Girona misschien dan straks ook wel. Al zitten die in de tweede league van Spanje. Dus ik weet niet hoe goed hun regens zullen zijn. Dat is het voordeel dat we dat nu kunnen doen. Orihuela plus 3, 77. Doyle plus 5, zoals ik al zei. Leek en Narty niet zoveel meer. Maar goed, die zijn ook wat ouder. We hebben dus ook nog een goede derde centerback nodig met potentie. Gray plus 5, dat is heel fijn. Deze speler die we hebben uitgelend plus 5, ook prima. Watt plus 1, een beetje uitgegroeid dus. Rosa plus 5, Doyle plus 4. Parsons uitgelend plus 2. Robertson plus 4, dat is keurig. Hij is uitgeleend, maar alsnog gegroeid. Porter plus 9, die hebben we uitgeleend aan een Pools team. Oakley plus 6, waarschijnlijk omdat hij van positie was gewisseld, maar die gaat naar Excelsior. Simoes, eigenlijk uitgegroeid. Deze man, die mag uitgeleend worden. Odobert plus 6. Leonard plus 5, en die wil weer een nieuw contract. Het houdt niet op met die jongen. Barrett uitgeleend plus 3. Baron, die wordt uitgeleend. Neumann wordt uitgeleend. Tadic plus 3, dat is heel goed voor een reserve spits. Porter plus 11, die wordt uitgeleend. En Hendry, hoeveel
hoekje heeft hij gescoord 19 keer. Leonard en Odebert hebben hem outscored. Maar alsnog vind ik 19 keurig voor onze Hendry die er vanaf het begin bij is. Maar we hebben echt een nieuwe spits nodig. Niet gepromoveerd, we gaan niet naar de Premier League. Maar de fundering van ons team staat. En nu is het een kwestie van die fundering uitbreiden met jonge spelers. Met spelers van de City Football Group. Zodat wij volgend seizoen kunnen promoveren naar de Premier League. En een stapje dichter bij het verslaan van Manchester City zijn. Je gaat dat zien in de volgende aflevering. Doei doei!